Hallo, wij zijn Theo en Thea. Is dat niet leuk, hippiepoera? We zingen een vrouwelijk liedje. Klap in je handen, hop, sa, sa. Tjongejongejonge, is het al begonnen? Heb je wel eens een leven worst gewonnen? Hippiepoera. Theo, Thea. Hallo, daar zijn we weer. Jullie vragen je natuurlijk af wie wij zijn. Dat gaan we nu bekendmaken. Doe maar, Thee. Hallo, ik ben Thea. Hallo, ik ben Thea. Dit is weer. Weer wat? Waar gaat het eigenlijk over? Waar gaat het eigenlijk over, Thee? Houd het toch eens mee af, Thee. Dat moeten ze raden. Leer het nou eens een keertje. En om het jullie wat gemakkelijker te maken, geef Thea alvast een hand. Ja, ons onderwerp heeft te maken met te veel en te vaak. Ja, ja, eigenlijk heeft het te maken met alles wat te voor staat. Ja. Behalve te vrij. En te huis. Ja, en te huis. En verder heeft het ook te maken met dat je bijvoorbeeld elke dag 3 zakken trek erop eet, omdat je anders niet te pruimen bent. Ja, Thea, die is niet te pruimen als ze 's ochtends vroeg niet eerst 2 zakken te vetpastilles heeft opgegeten en een fles cola heeft opgedronken. Dat om te blussen. Dat is niet waar, Thea. Ik ben al lang van de vetpastilles afgekikt. Ik zit op het moment op de trek erop. Maar Thea smet uit. Dit, weet je wat dit doet? Ja. Die kaart op de velletjes van zijn tijnagels. Ja. Die bijt hij eraf en dan zit hij de hele dag op de sabel af. Ben gewoon lekker. Ben gewoon lekker. Maar je kan het niet laten, hè? En dat betekent wel. Ja. Dat betekent wel dat je eraan ben. Zet dat nou niet te verklappen, hè? Idioot, stomme koe. Let op, we gaan nu beginnen. Hoi. Alsjeblieft, koffie zwart. Zo, oh dag, ja. Ik ben Ans Aarsenmaak, vertegenwoordig hier de rijdende gastvrijheid. Ik verdien zwart bij als underground metro stewardess. Ik verkoop hier warme thermos met koffie, broodjes, Hawaii flaps, bubbelgekookte heroïne, super speed for the go en mellow marihuana voor als je easy en Lebek wil. Koffiebroodjes heroïne, koffiebroodjes heroïne. Meneer, wilt u misschien een broodje heroïne? Of een lekker kopje koffie? Of een hartsburger? Kan het zien? Ja, ik ben bij je Hofman. En ik zit in een vacuüm. Een vreselijk depressief. Ik zit in een put. Ik zit in een enorme ganzenput. Ik kan zomaar opeens gaan huilen en weet ik niet hoe het komt. Ja, het is dat ik de stad in moest. Ik moest bleekmiddel hebben voor mijn doucheputje. Maar anders lag ik nu nog lekker in mijn zuur tussen mijn zure lappen in bed. Hé, hey. Hoor ik daar niet die fluitketelstem van Hans Aarsenmaak? Ja, het is de, wat ziet ze eruit, zeg. Opgezwollen kop, lijkt wel een skippiebal. Hé, hey. Hallo. Wat zie je er goed uit? Je bent smaller geworden, je gezicht. Ja, anders niet. Schat, wat zie je eruit? Wat een afgetrokken kop. Het lijkt wel alsof ze bij het visbakken de pan uitgesprongen is. Ant, waarom zeg ik dat nou? Ik zit al in een herfstdepressie. Ik voel me net een herfststukje in de krappe schoenendoos. Schat, en dan te bedenken dat een heleboel mensen juist kikken op paddenstoelen. Zeg. Ja. Kan ik jou misschien ergens blij mee maken? Oh ja. Lekker warme kop koffie. Nee. Lekker kop choco. Oh, choco, ja. Lekker choco. Oh, meid, je bent fantastisch. Tegen inkoopsprijs. Nou, laat dat maar zitten. Zie je wat iemand kan me helpen? Ze buizen me uit. Ik wou, al was het maar voor even, gelukkig zijn. Ja. Gelukkig zijn, dat willen we allemaal natuurlijk. Maar laat mij jou dan eerst gelukkig maken met een lekker Hawaii-flap. Oh ja, lekker. Ja, lekker Hawaii-flap. Ja. Lekker warme flap. Hoe maak je die dan warm? Ja, die stop ik even lekker zo onder de oxo-magnetron. En dat houdt dan zo'n 10 minuten vast. Oh nee, dankjewel. Alleen bij de gedachte krijg ik het zuur overhoofd. Niks of nou, niemand kan me helpen. Ik ben een verloren persoon in deze betont.
jingle. Ik geloof dat ik de oplossing heb. Ga ik er een dubbel gekookte heroïne cocktail aanbieden, moet je opletten. Heb ik er straks een vaste klant bij. Meid. Ja, wat is er? Ik heb iets voor je, schat, lief. Kan je me helpen? Ja, ik kan je zo helemaal de put uitdraaien, maar ik moet je eens kijken. Heb je aspirintje voor ja, me? Ja, een aspirintje voor je. Voorzichtig, meid. Wat is het? Ja, wat is het? Het is een aspirintje in poedervorm. Oh. Je moet het niet eten, maar je moet het opsnuiven door je neus. Meid, hier, snuif op. Nee, schat, door je neus. Zo, door je neus. En dan maak ik het een beetje warm. Waarom moet je dat dan warm maken, Ant? Het is zoiets, ja, bisschopswijn maak je toch ook warm. En dan... Oh, het is een soort warme grog. Ja. Het is een grog. Nou, we hopen dat het helpt met een eindraad. Moet je opletten, dan kan je lachen. Go, go, go.